Goed, we vervolgen met de sarcoïde. Dat is een opgave uit het natuurkunde examen van 2024, eerste tijdvak voor de HAVO. Een veel voorkomende tumor bij paarden is een zogenaamde sarcoïde. Dit is een huidtumor. Er bestaan verschillende methodes om deze tumor te behandelen. Een eerste behandelmethode is bestraling. Hierbij kunnen afgesloten capsules gebruikt worden met radioactieve isotopen die ioniserende straling uitzenden. Deze capsules worden in de tumor geplaatst. In figuur 1 staat een tabel met een aantal capsules met verschillende isotopen die gebruikt kunnen worden. Nou, hier zie je ziet ze. Gaat dat al, als je het ervindt, niet allemaal helemaal oplezen? Dat kun je denk ik wel zelf. Eén van de capsules mag blijven zitten na de behandeling. De overige capsules moeten verwijderd worden wanneer de circoïde voldoende is bestraald. Nou, voer dan de volgende opdracht uit bij 15. Leg uit welke capsule 1, 2, 3 of 4 mag blijven zitten. Geef een reden waarom de isotopen uit figuur 1 alleen geschikt zijn om de tumor van eh, binnenuit te behandelen. Zo, nou, hier heb je het antwoord. Um, je wil natuurlijk, als je een radioactieve isotoop hebt die in je lichaam zit, die wil je eigenlijk alleen maar er zo kort mogelijk in hebben. Dus dat betekent dus dat je isotopen gebruikt met een korte halfwaardetijd, die snel dus vervallen. Nou, dan zie je dat uh, deze is het ook dat heeft, 3,8 dagen. Ja, dus die mag blijven zitten. En die anderen hebben allemaal langere vervaltijden, zeker uh, 2 en 3. Dus die wil je niet langer in je lichaam hebben, want die blijven maar straling uitzenden. Ja, dus uh, vandaar dat je dus de eerste kiest omdat die een korte halva tijd heeft en dus uh, snel uh, zeg maar uitgestraald is. Maar te zeggen. En waarom moeten deze tumoren van binnenuit worden behandeld en niet van buitenaf? Dat is omdat ze allemaal met beta-straling werken. En beta-straling wordt door een heel groot deel door uh, de huid al uh, tegengehouden. En De dracht is gering. Dus ja, dan moet het wel van binnenuit. Nou, hier staat de puntenverdeling, die kun je denk ik zelf lezen. Een saccoïde kan ook worden gebruikt met isotoop strontium-90 geeft de vergelijking van de reactie van strontium 90. nou misschien ook handig om de tabel 25 en 40 bij te pakken. Uh, daar kun je in 25, kun je bijvoorbeeld zien dat uh, strontium 38 uh, protonen heeft. in totaal heeft hij 90 kerndeeltjes. nou um, je kan ook in die tabel zien, dat weet je trouwens sowieso al, maar kun je verwachten dat er uh, een uitkomt. Maar goed, even opzoeken toch? Dat is deze, 0-1e. Nou, en dan moet je de kloppend zien te krijgen. Nou, je moet 90 kerndeeltjes hebben. Voor heb je de 90 en na nou ook. Een elektron heeft geen kerndeeltjes, die staat dan 0, Dus je moet een isotoop hebben met 90 kerndeeltjes. Je hebt 38 protonen. En hier heb je een elektron, die is negatief. Dus om dat kloppen te krijgen, moet je 39 protonen nemen in het andere element. En dan kun je opzoeken weer in tabel 25. Dat dat bij 39 vind je Y. En eventueel als je zou willen kun je in tabel 40. Kun je dan opzoeken wat dan de naam van dat element is. En dat is iridium. Maar goed dat wordt verder niet gevraagd. Wat wel gevraagd wordt is dus dat je dit, uh, deze reactie goed hebt natuurlijk. Nou hier zie je de puntenverdeling. Ik denk dat je die zelf kan lezen. Ja. Uh, hier mag je mag eventueel trouwens ook nog wel een. Gamma-deeltje aan toevoegen hier aan de rechterkant. Oké, okay, um, een saccharide kan daar hebben al gehad. Een bepaalde saccharide heeft een massa van 7,9 x 10 tot de min 50 kilogram en wordt behandeld met strontium-90. Tijdens één bestraling ontvangt deze tumor een dosis van 20 gray. Deze energie die per gevallen strontium 9 te kennen aan de tumor wordt afgegeven 2,9 megaelektronvolt. De gemiddelde activiteit is 3,1. 10 tot de 6 e BKRL betekent dus dat er per seconde 3 miljoen 100.000 van die kernen vervallen en elke kern geeft 2,9 mega energie, mega aan energie af en de dosis is 20 gray. Oké. Okay. dan de tijdsduur van de bestraling van de saproxyde. Nou, dat zie je al 5 punten, dus dan weet je al dat je een hoop moet gaan doen. En die zie je ziet dat dan ook uh, gedaan. Uh, uh, Eerst ga je aan de slag met de dosis. De dosis is energie gedeeld door de massa. Energie is dus dosis maal massa. Nou, je weet dat de dosis die is 20 gray En per. Uh, komt er 2,9 mega elektronvolt langs. Maar ja, je moet het niet in mega elektronvolt hebben. Je moet het hebben in Zoel. Uh, okay, Kijk, is er nou goed? Sorry, uh, je moet het vermenigvuldigen met de massa. Ja, energie is de dosis maal massa, dosis is 20 en de massa is 7,9 x 10 tot de min 5, dat staat hier. Heeft dus niks met die 2,9 megawatt, die komt later pas. Dus per, je hebt dus aan energie nodig per behandeling 1,85 x 10 tot de min 30 joule. Oké, okay. nou um, dan gaan we kijken van oké, okay, uh, hoeveel levert dan nou het verval van 1 zo'n strontium 90 at uh, atoom, wat levert dat dan op? Nou, 2,9 mega-elektronvolt, dan moet je eerst maar even omrekenen naar uh, Joule, anders kun je niet verder. Hoe doe je dat? Dan doe je met behulp van tabel 2 en 5. Uh, mega-elektronvolt, het is een miljoenvolt, dus dat is 10 tot de zesde. En de omrekenfactor van elektronvolt naar Joule is 1,602 tot de min 19, dat vind je in tabel 5. En die twee moet je dus met elkaar vermenigvuldigen omdat het mega-elektronvolt is. Dus een, de omrekenfactor van mega-elektronvolt naar Joule is 1,602 tot de min 19e. Dat is voor 1 elektronvolt maal 10 tot de zesde, want het is mega elektrovolt, een miljoen. Krijg je krijgt dus 1,602 van 10 tot de min 13e. Daar komt deze factor hier vandaan. En je hebt 2,9 van die mega elektrovolt, dus daar, daar komt die 2,9 vandaan. Nou, als je dat met elkaar uittrekt, is dat 4,64 10 tot de min 13e joule per vervalsreactie. En je hebt nodig 1,58 10 tot de min 3e joule. Hoeveel vervalsreacties heb je dan nodig? Ja, dan moet je die twee op elkaar delen. Nou, dat gebeurt hier zoals je ziet. 3,41 x 10 tot de negende vervalsreacties. Oké, okay, hoeveel uh, tijd duurt dat dan? Nou, je weet dat per seconde er 3,110 tot de zesde deeltjes vervallen. Dat is de activiteit. Dus weer die twee op elkaar delen. Deze 3,4110 tot de 9e. Delen we tot de zesde is 1,110 tot de derde seconde. Ja, zo had je dat moeten doen. Nou, hier staan, hier staan de puntenverdeling. Hier staat een variant weer op. Je ziet, het begint ook met de dosis. Uh, is energie massa, energie is massa maal dosis, net als net. Hier gaan ze dan kijken van, oké, okay, um, je hebt zoveel joule. en dan gaan we weer kijken naar de valse reactie. Dat, dat hadden we ook net, hè, 4,64 tot de min derde, zie je dat is deze weer, dus de eerste twee stappen zijn hetzelfde. En dan gaan ze kijken van, oké, okay, dan gaan ze naar uh, het aantal uh, reacties, is 3,1 tot de zesde per seconde, en elke reactie geeft zoveel joule. dus dan krijg je zoveel joule per seconde. Oké, okay. en de tijd is dan 1,48 maar 10 tot de min derde, dat is deze, gedeeld door het vermogen, dat is deze. En als je die op elkaar hebt, kom je ook op deze waarde uit. Ja, dus dat is een tweede methode, zeg maar. Mag ook. Dat was 17. Gaan we naar 18. Een andere behandelmethode voor een sarcoïdose is hyperthermie. Dit is een methode waarbij een tumor vernietigd wordt door hem van buiten af te verhitten met microgolstalen met een frequentie van 2,45 GHz. De levert levert per seconde 6,2 x 10 tot de 23, dat is volgens mij 21 fotonen per seconde. Om een bepaalde sarcoïde op een behandelingstemperatuur te brengen, moet de stralingsbron 7,2 x 10 tot de tweede, 2 -10 tot de tweede Joule aan stralingsenergie afleveren. Nadat de behandeltemperatuur is bereikt, wordt de sarcoïde rond de 30 seconden lang bestraald. Het microgram om haar op temperatuur te houden, berekende de totale tijd die nodig is voor deze sarcoïde. Nou, het is weer een flink aantal stappen natuurlijk kijk hier staat het uh, aan het eind moet je uh, de tijd voor uh, het opwarmen zeg maar plus die 30 seconden uh, moeten bijkomen natuurlijk ja dat is aan het eind uh, de tijd die haal je uit vermogen energie vermogen en tijd daar haal je de tijd uit en je moet er zorgen dus dat je het vermogen en de energie hebt en die rek je hier respectievelijk hier dus je ziet dat is een heel stap dus uh, we gaan dus, dus van boven naar beneden gaan we dat even doorwerken. Hier zie je dat het helemaal gebeurt. Het staat helemaal uitgeschreven. Dus dat betreft uh, die formules kun je trouwens zien waar die vandaan komen. Dat heb ik hier aan de rechterkant erbij gezet. Dat is deze en deze. En die andere twee. Ja, daar moet je zelf inzien. Nou, deze stappen doen we dus van boven naar beneden. En hier gebeurt dat. Voor de energie van één foto geldt, E samen F. Nou, H is de constante van plank, die vind je in tabel 7a. Maal uh, de frequentie. En die was gegeven 2,45 gigahertz, 2,45 10 tot de 9e. En dat is 1,27 tot de min 34 joules. Dat is dus de energie van één foton. Nou, het is dan het vermogen. Die waren natuurlijk verme vermenigvuldigd met het aantal per seconde. 10 tot 21e. Nou, hier wordt het met elkaar vermenigvuldigd. 10 tot de Joule per seconde. De tijd is dan die twee op elkaar gedeeld, zoals je ziet. In ieder geval, ja, weer dat blijkt 7,1 seconde te zijn. En dan moet er nog 30 seconden bij. Zie je wel? Dus komt het in op 37 seconden uit. Oké. Okay. Bij hypothermie moet een tumor verhit worden tot minimaal 42 graden Celsius. In 2 is de temperatuur bij deze behandelingsmethode gehaald. Kan worden uitgezet tegen de diepte in het weefsel. Hier heb je de diepte van het weefsel. Hier heb je de temperatuur. Oké. Okay. Als je bestaat aan het oppervlak is het natuurlijk de ho warmste, hoogste temperatuur. En naarmate die dieper komt, wordt die temperatuur natuurlijk lager. Dat de, de straling niet helemaal doordringt natuurlijk. In figuur 3 is schematische doorsnede van het huid van een paard weergegeven. De huid bestaat uit een opperhuid en een lederhuid. Onder de lederhuid begint het onderhuidse vetweefsel. Hier zie je dat. Opperhuid, lederhuid, ondergronds vetweefsel. Nou, leg uit, met, en dat is 4,5 centimeter is de huid dus dik, zoals je kan zien. Millimeter, sorry. 4,5 millimeter. Leg uit of de uh, hypothermie geschikt is om... Uh, Sacoïde te behandelen. Nou, als ik in de grafiek kijk bij 42 graden Celsius, volg even het rode pad zo, ja, dan kom ik uit op dat bij op 5,7 mm diep de temperatuur nog 42 is. En dat is voldoende, want de temperatuur moest dat ook zijn. Ja, zie je? Ja, ja. Dus, en de huid is uh, maar uh, 4,5 mm diep, dus dat is uh, ruim voldoende. Wat ook andersom kan ik zeggen: oké, okay, uh, wanneer is het? Uh, uh, Laten we eens bij 4,5 mm kijken. Wat is daar de temperatuur dan? Dat is dan volgens de groene lijnen. En die blijkt dus uh, bijna 44 graden te zijn. 44,5. En het moest 42 zijn, dus dat is er ook voldoende. Dus uh, of je nou de rode lijnen volgt of de blauwe lijnen volgt, in beide gevallen kom je tot de consequente conclusie uh, dat het goed is, die methode. Goed in de volgende video verder gaan we en als de laatste in deze serie gaan we verder met infrasone trillingen